Ik denk dat ik de maandag wist dat er een Oekraïens kindje bij mij in de klas ging komen en dinsdag zat zij al bij mij in de klas. Dus de maandag, als ik dat wist, was het eventjes alle hens aan dek. Меня зовут Милена, я из Украины. Я приехала с мамой и сестрой. Я в Бельгии месяц. De andere kinderen waren natuurlijk helemaal in de ban van Milena, want ja, een kindje uit Oekraïne en we zien niet anders dan op het nieuws en op Karawiet. Dus ik moest eerst de kinderen van mijn klas al een beetje kalmeren. En dan ben ik met haar aan mijn zijde naar boven gegaan. En ze heeft eigenlijk de eerste dag zo goed als proberen meevolgen. Dan gaan we eraan beginnen. Iedereen heeft zijn wiskundeboekje in zijn bank zitten. Ja. Ja. Neem jouw rekenen. Ja, Milena. Ja, plus, dus komma. Ik vind het heel belangrijk om een nieuwe leerling welkom te heten, om zich thuis te laten voelen. Want dat meisje is ja, van een warme thuis moeten vluchten voor iets dat eigenlijk niet hoort in een wereld. Hè, dat een kind eigenlijk niet moet meemaken. Dus het is enorm belangrijk dat ze voelt dat ze meer dan welkom is. Milena, jij mag mee met juf Tiffany. Oké, heb jij jouw schriftje bij? Ça va? Alles goed? Ik begeleid nu al 4 jaar ongeveer anderstalige nieuwkomers voor onze schoolgroep. En wij begeleiden die eigenlijk 2 jaar. Dus het eerste jaartje krijgen ze een uurtje en half en het tweede jaartje krijgen ze een uur van ons. Milena is eigenlijk net in België aangekomen en bij haar proberen we dus eigenlijk de focus te leggen op de basiswoorden, schat. Hallo, ik ben juf Tiffany. En jij? Hallo, ik ben Milena. Ik ben 27 jaar. En jij? Ik ben 10 jaar. Goed. Het spelletje dat ik met haar gedaan heb met het balletje van ik ben, dat doe ik bijna elke les. Dat doe ik soms zelfs nog met mijn tweedejaartjes, omdat dat zo een heel belangrijke factor is. Kunnen zeggen wie ben jij, hoe oud ben je, waar woon je. Ik woon mee one dag. Kies maar. Probeer elke les te beginnen met zo'n check-in van hoe gaat het. Soms kunnen ze dat niet altijd onder woorden brengen. En bij Milena heb ik dat dan met de pictogrammen gedaan van hoe voel jij jou vandaag? Nee. Ben jij blij vandaag? Ja? Oké, dan ben ik ook blij. Supergoed. Ik heb de pen en de papier. Mag ik lem en de bord? Het bord, supergoed. Uitwisselen van de pictogrammen heb ik vooral gedaan om de spreekdurf te bevorderen. Want in het begin kunnen ze heel vaak de woordjes. Maar bij dat uitwisselen is het eigenlijk heel leuk om op die manier al kleine gesprekjes te hebben. Van ik heb een pen, heb jij, hup. Ja. Dankjewel. Op die manier maak je de drempel om het te spreken ook een beetje lager. In het begin was Milena heel verlegen. Dus ik keek vaak zo met die ogen van ik heb geen idee wat dat jij aan het zeggen bent. Vakantie. Maar door nu zo al een 2-3 keer met haar te werken, is dat wel losgekomen. Ik vind haar een hele lieve leerling, heel zacht. Ze maakt ook zelf graag mopjes af en toe. Ze is heel speels. Eten? Ja? Oké, superleuk. Ik denk dat het daar wel wat gepakt heeft, wat dat logisch is. Heel het gegeven van het ene land naar het andere land. Maar ik denk dat ze ondertussen wel al iets veiliger begint te voelen op school en dat ze het ook allemaal wel iets leuker begint te vinden. Я встаю зранку і зразу біжу вдягатися, щоб піти в школу. У мене тут є багато друзів. Мене підтримують. Я дуже рада, що мене тут прийняли. Oei, oei, we hebben het ons een beetje moeilijk gemaakt. Nee, die past niet. En dan die. Zo hier. Ja. Youssef is vorig jaar aangekomen uit Syrië. Hij heeft in het begin het heel erg moeilijk gehad met zich uit te drukken. Ja, en dan die daar.
Hij volgt nu al meer dan een jaar les bij juf Tiffany en is al heel erg veel vooruit gegaan. 12, 13. Dus wij zijn gewonnen. Youssef was in het begin eigenlijk wel een leerling die het zo wat moeilijk had. Die had ook niet veel zin om Nederlands te leren. School vond hij eigenlijk ook niet zo leuk. Hij was zo'n beetje... Ik heb daar allemaal geen zin in. Wat ook wel logisch is, want hij heeft heel veel dingen gezien. En ça va met jou, Youssef? Ja. Ja? En hoe is het in de klas? Goed. Ja? Heb je al toetsen gehad? Mm-hmm. Door zachtjes aan eigenlijk een beetje zijn vertrouwen te winnen, hebben wij best wel een goede band gekregen. Werken we ook heel graag samen. En soms heeft Youssef nog momenten dat hij geen zin heeft. En dan denk ik, ja, bon. Dan gaan we eens iets doen, gaan we eens gaan wandelen, gaan we even ons hoofd leegmaken. Bladsteenschaar. Bladsteenschaar. Wacht. Eén? Ik mag beginnen? Oké. Ik heb met hem ook heel veel gewerkt rond emoties, rond hoe uit je emoties. Wat doe ik als ik boos ben? Wat vind jij niet leuk aan school? Niets. Je vindt alles leuk. Kom. Kom. Niet liegen, hè. Als je nu naar Youssef kijkt, dan denk je van ja, dat is allemaal wel supergoed gekomen. En een hele fijne leerling, toffe jongen. En ik denk dat hij school nu ook wel vrij leuk begint te vinden. Dus dat is zeker goed. Aapjes eten het heel graag. Bananen. Alsjeblieft. Goed. Jouw beurt. Sowieso, migratie is altijd een trauma. Of dat dat nu door oorlog is of door andere redenen. Dus daarom is het heel belangrijk dat je als leerkracht ook beseft van oké, die kinderen hebben heel veel meegemaakt en ik weet van waar dat sommige gedrag komt. En ik weet ook hoe dat je daarmee moet omgaan. En ik zeg het, ja, dat is altijd met een zachte hand en met een zachte stem. Probeer naast hun te staan, als een vriend zelfs durf ik het noemen. Omdat als zij mij vertrouwen en ik vertrouw hun, gaat die taal automatisch ook veel sneller gaan. Wij proberen vooral onze leerkrachten te ondersteunen daarin door hen bijvoorbeeld materialen te geven dat de kinderen in de klas kunnen doen, maar ook gewoon tips te geven. Heel veel met pictogrammen werken, ook die thuistaal daarin betrekken, want dat vind ik een heel belangrijke. Dat je elkaar gewoon begrijpt op welke manier dat gebeurt, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus wat moeten wij doen? Dat is vaak met handen en voeten een beetje. Ervoor zorgen dat die kinderen toch mee kunnen. En dan is dat eigenlijk inderdaad geen verloren jaar. Dan zitten ze niet in de klas niks te doen. Maar ik heb niet zoveel kinderen nodig. Ik denk dat ik misschien maar... We hebben hier twee dagen. Ik merk dat leerkrachten snel panikeren wanneer het over de doelstellingen gaat. Vandaag vond je de leukste dag. De ideale situatie is als je maar een paar leerlingen hebt en dat je daar volledig je differentiatie op kan aanpassen. Maar je merkt dat dat toch wel zoiets is van, oh nee, en die gaan niks begrijpen en ik weet niet wat ik moet doen daarmee en hoe ga ik dat aanpakken. Misschien is het gewoon het belangrijkste om te kijken van, wat kan dat kind op dit moment en waar kunnen we die succeservaringen uithalen? Dan, we moeten alles erin drammen en hopen dat dat kind alles nog kan. Maar het komt altijd wel goed. Ik heb nu al heel veel leerlingen de revue zien passeren. En dat Nederlands, dat komt wel. Ik vind dat de mooiste job die er is. Omdat je een hele mooie band schept met al die leerlingen. Je ziet ze inderdaad van niks, van nul, naar op het einde van het schooljaar plotseling een presentatie doen over de hond of weet ik veel wat. En dat vind ik altijd zo de mooiste momenten, dat je denkt, ach, ze kunnen het en het lukt en ze durven het ook. En maken ze dan nog fout? Ja, who cares? Ja.